Rotterdammers kunnen vanaf vandaag zien waar in de stad mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Deze zogeheten bommenkaart is het resultaat van jarenlang onderzoek. De gemeente maakt de kaart vandaag beschikbaar via haar website. Ik vind het heel belangrijk hier te zeggen, de Rotterdammers zijn veilig. Maar met de kaart laten we wel zien waar er kansen zijn dat er dieper in de grond verborgen bommen zijn die niet ontploft zijn. En waar we dus als we grondwerk gaan doen, zwaar werk met trillingen en met diepgraven, dat we er rekening mee moeten houden. RTV Rijnmond start komende zaterdag met een serie over de bommenkaart. In Blindgangers gaat geschiedenisverslaggever Marcia Tap op zoek naar de verhalen achter de kaart. Maar als ik daar ga wandelen, ik loop niet zo lichtvoetig, moet ik oppassen? Nou, je zou zelfs een hele houseparty kunnen geven. Nou, dat maakt niet uit. In de oorlog heeft Rotterdam het zwaar te verduren gehad door luchtaanvallen. Een deel van de bommen is niet ontploft. De projectielen zijn diep in de bodem terechtgekomen. Niet al die bommen zijn geruimd. En dus zijn er plekken in Rotterdam waar mogelijk nog bommen in de grond zitten. Iedereen mag het zien. Word je er ongerust van? Nou, dan neem je contact op met de gemeente en dan stel je de vraag waar je ongerust over bent. Ik weet dat er geen reden voor is, maar als je dat toch voelt, dan bel je maar. De eerste aflevering van Blindgangers is zaterdag te zien om 17:30 bij TV Rijnmond.